zijn we. Deudravellet of zoiets. Ik moet nog even uitzoeken wat het allemaal is. Had hier niks op. Nee. Kijk, volgens mij is het zoiets geweest. Ik weet het fijne er niet van. En misschien is het een beetje beter te zien. Ik weet het fijne er niet van te vertellen. Maar volgens mij heeft het iets met een waterval te maken. Ik zou gokken dat dat fout is gegaan of zo. Natuurramp heb ik al gelezen. Ja, misschien komen we er nog achter en dan horen jullie het. Heel veel, we zien heel veel, hoe noem je dat? Houten paadjes. Bruggetjes. Het is in ieder geval allemaal gesloten. Het restaurant is gesloten, paar seizoenen. Dus dat is gewoon klaar tot volgend jaar. Dat is wel mooi, je kan wel gaan lopen. Hier staat een soort informatiebord. We gaan even kijken. Ik ga dat even filmen voor jullie. Wat je hoort is een trein. Je moet het beeld maar even op pauze zetten. Als je wil weten wat het is. Het is in ieder geval niet goed gegaan. Trees, houses, barns, sawmills en roads. Alles weg in 4 uur. En hier zijn we dus. Hier ging de trein net voorbij. Het is hier een heel doolhof. Wat betreft plankjes. Ik denk het ook, ja. Ja, maar kijk, daar komt een splitsing hier beneden. Maar nu hebben ze aardig wat timmerwerk gehad. Nou, we lopen even een rondje. Kijken of we nog wat leuks zien. Oh, we hebben trouwens, wat hebben we net gedaan? Geocache. Een geocache. Micro. Een micro. Moeilijkheid 3,5 en we handelen hem gewoon. Goed zoeken. Ik had hem gevonden. Heb Sjakje goed gedaan. We kunnen het niet vertellen. We mogen het niet vertellen, maar hij was wel leuk. Maar het was wel moeilijk. We zijn inmiddels wat wijzer. Het is dus een kanaal geweest om hout te transporteren. Alleen is het een beetje ingestort en toen is alles in één keer weggespoeld. Geen dodelijke slachtoffers, wel vis in de boom, heb ik gelezen. Daar zijn we vertrokken. Nou, er is hier niet veel te zien behalve stenen. Heel veel stenen en hout. Dat is wel weer mooi, hè, Sjak, op die stenen, die mos, weet ik wel wat het is. Ja. Dat is wel mooi, dat dan wel. Die grot kan je niet komen, want dat is afgesloten. Er zal daar nog een geocache liggen aan de overkant, maar hoe komen we daar? Ik denk dat ik het al weet. Niet, gewoon. Nee, gewoon niet. De catastrofe was in 1796. Duizend miljoen kubieke meter water in 4 uur. En dat is hier gebeurd dus. En daar liepen we net beneden. Er is nog een geocache. Oh, ze hebben hier ook wolven, Jacques. Ja, die hebben ze op de Veluwe ook. Dan moeten we even de Rimboe in. Dus we gaan even kijken tot waar we kunnen komen.
De viaducten zijn ingestort hier. Ik hoor het ouderwets klim- en klauterwerk. Hè? Oh. Kijk, alle brugdelen liggen aan de kant. Zoek het maar uit tussen dit. We zijn op de locatie, maar nou nog zien te vinden. Er staan er allemaal, staat er een hint in het Zweeds, maar per preur. Moeilijk, hè? We zijn dus op de camping, Hammerstrand, en hebben we een mooi plekje, super vriendelijk ontvangen. Even een rondje lopen, kijken wat er allemaal is. We hebben hier ook een zwembad, dat is niet van de camping hoor, dat is van de gemeente. Het is nu natuurlijk eind september, een beetje half september. En is het... stinkt. Maar in de zomermaanden kun je hier dus ook zwemmen. Ja, dan moet je wel betalen natuurlijk. Dat is logisch. Maar het ligt wel vlak bij de camping, dus dat is perfect. En wat ook vlak bij de camping ligt, ik ga even zappen, komt ie. Dat is het water. Het waait nu een beetje, maar je kunt hier dus ook lekker kanoën. Nou, geen weer meer voor, maar dat kan dus wel. Even een rondje draaien. Kijk, daar staat de Knausie. Daar zo. Daar is dus de camping al. Hier kun je dus je eigen lekker uitleven met een bootje. Keurig netjes uit hier zo. Een keer in de soep, als je dat wil, een keer gebakken worden. Een saunaatje. Allemaal spiksplinternieuw. Daar nog de grill Stuga. Gaan we vanavond even barbecuen. Ze hebben hier ook nog huisjes. En dat heet een stoega. Ik zeg gewoon een huisje. Dus je kunt hier ook verschillende soorten huisjes nog huren. Ja. Super plekje. Nu zijn we de enige volgens mij op de hele camping. Er staan nog wel wat caravans, maar perfect. We zijn er van de wandel. Ik zag een mooi huis. Kijk eens.
Je zal het moeten schilderen, maar het is wel mooi. Het is een inimini kerkje. Een kerkje voor kleine meisjes. Voor kleine meisjes? Ja, hij is roze. Oh ja, roze. Heel klein kerkje. Nou, we zijn even in het centrum geweest. In ieder geval een Co-op en een Ica. Een pizzeria. Kapper. Schoenenwinkel. Al was dat nou niet zo spectaculair, maar... Bijna alles stinkt. Bijna alles is gesloten. Ja, het is ook zondag. Dat dan weer wel. Goed, we lopen weer even een stukje terug naar de camping. Dorpjes ongeveer, dat zal het zijn. Anderhalf kilometer of zo, denk ik. Mooi. Nou, we gaan weer even terug. Dit was het weer wat betreft ons bezoek aan camping Hammerstrand. Wij gaan morgen weer verder. Een heerlijke plek met Nederlandse eigenaren waar je eventjes lekker bij kunt tanken. Vond u het filmpje leuk? Geef dan een duimpje. En ik zou zeggen tot de volgende. De mazzel.